Welkom, we zijn hier bij de stadhandeling van de bouw op de voormalige LTS locatie. We zijn hier net begonnen met een project van 25 woningen gestapeld, oftewel appartementen, en 12 grondgebonden woningen. Het heeft jaren braak gelegen, maar vandaag hebben we hier weer een ontwikkeling naartoe. De Philadelphia flat van de perspectieflocaties komt hier naartoe. Dus het is echt wel weer nieuw leven op dit prachtige stukje van Delfzijl. Wij zijn ook hier, want wij komen hier straks wonen. Dat zijn Ann en Wim. Als we kijken naar die hele aardbevingsproblematiek die geweest is, het is een dossier die we hebben allemaal kunnen lezen. Lang duurt, met veel verdriet, pijn en frustratie. Maar het is toch mooi om hier te gaan staan en kijken dat we weer fysiek een start kunnen maken van een... Ja, we van een stukje wanhoop naar een stukje hoop kunnen gaan en kunnen gaan bouwen in een nieuw complex, een aantal nieuwe appartementen. Wij verheugen ons samen met u op uw nieuw woongenot op deze locatie. Als symbolische stadhandeling hebben we ervoor gekozen om de eerste bouwstenen uit te wisselen. Dus daar gaan we straks mee van start. Wij hebben met elkaar bekokstoofd dat wij symbolisch alvast de verbinding willen leggen tussen het appartementengebouw en de rijwoningen. En dat willen we doen door de eerste twee bouwstenen aan elkaar uit te wisselen. Ja, heel veel plezier. Dankjewel. En u ook heel veel woonplezier. Ja, dankjewel. We komen elkaar vast tegen. Wij gaan dus wonen in de nieuwe flat van Delfstad, of Delfstee. Wij gaan eindelijk verhuizen naar de Grundelmaan, nummer 9. Wij zitten ernaar uit te kijken naar de flatlijn.